Daarom was mijn vraag ook van, nou, is het dan zo dat het goed onderzocht wordt? Wordt het goed geregistreerd? Ja. En is het zo dat als daar iemand overlijdt, dat er dan goed gekeken wordt, is die overleden aan de vaccinatie of is er onderliggend lijden? Nou, is mij ter oor gekomen dat dan altijd wordt gezegd, nee, dat onderliggende lijden prevaleert. Dus die wordt dan geregistreerd als iemand die overleden is aan kanker of aan hartaanval of wat dan ook. Terwijl onze ervaring bij coronadoden precies andersom is. Iemand komt met een auto-ongeluk op de IC, krijgt een wattenstaaf in zijn neus en wordt een coronadode. Dus daar zit een bepaalde onzekerheid en mijn vraag is erop gebaseerd. Niet om hier paniek te gaan zaaien. We zitten midden in een pandemie. Voorzitter, dit kan echt niet. Ik ben midden in een pandemie. Wat niet kan, is nepnieuws verspreiden over hoe het zit met coronabesmetting in Nederland, hoe het zit met gevaren rondom vaccinatie. Dat kan niet. Dat kan niet midden in een pandemie. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren. En daarmee is dat een ondermijning van de volksgezondheid. En dat voorzitter, dit is verwerpelijk. Ik was midden in de zin, u geeft niet in. Dit is echt heel raar. Ik vraag alleen om een oprechte, nauwkeurige en deugdelijke registratie. En de reactie van de minister, die is echt verontrustend. Maar ik laat het hierbij, want we komen hier duidelijk niet uit. Ik vind het uitermate vervelend. Goed. Goed.